steun. Dan is het woord nu aan de heer Van Bezien. Misschien de vraag, mevrouw Kerbach, wenst u aan te sluiten met uw interpellatie? Ja, als, ja, dat lijkt me niet geheel onlogisch. Dus eerst het woord aan de heer Van Bezien, die ook een motie kan toelichten, en mevrouw Kerbach, die ook een motie kan toelichten. Meneer Van Bezien. Ja, dank u wel. We hebben de interpellatiemotie samen ingediend, collega Castiet en ik, dus ik zal daar zo dadelijk ook even via u het woord geven, eventueel, ik weet niet, of anders doe ik het zelf wel. Maar dus we haken terug waar daar straks een vraag rondgesteld heeft, maar geen antwoord op gekomen is. En dus onder het motto, als de burgemeester het zelf niet doet, dan moet de gemeenteraad het doen. Denk ik dat er hier een kans is vanuit de gemeenteraad om een duidelijk signaal te geven naar alle mensen die hier in Antwerpen wonen, dat ze hier welkom zijn en dat we geen groepen in zijn geheel willen stigmatiseren. En ik zal het eerste stukje van de motie toelichten. De motie bestaat uit twee stukken. Het eerste stukje is eigenlijk, en ook hier weer gaan de credits naar de CD&V en mevrouw Bastiaans en meneer Heijlen. De gemeenteraad van Antwerpen roept de burgemeester en het stadsbestuur op om actief een verbindende rol op te nemen en geen uitspraken te doen die bevolkingsgroepen culpabiliseert. Ik denk dat dat een belangrijk signaal zou zijn. En ik vraag dan ook straks om daarover te stemmen en over dat eerste punt graag apart te stemmen. Het tweede punt, en dat gaat ook onze interpellatie over. Het gaat natuurlijk niet alleen over woorden en wat er gezegd wordt, het gaat ook over daden. Ik denk dat het belangrijk is, en zeker nu in deze context, dat het stadsbestuur zich toont op haar strijd tegen racisme en tegen antidiscriminatie. En dus onze vragen gaan naar de burgemeester of naar Schepen du Château. Welke initiatieven er nu al bestaan rond racisme en tegen racisme en voor antidiscriminatie door de stad. Hoe die geëvalueerd worden, wat de stand van zaken daarvan is, maar ook of er nieuwe plannen zijn, welke doelstellingen er door de stad geformuleerd en in het licht gesteld worden om te behalen op vlak van de bestrijding van racisme en het bestrijden van discriminatie. We hebben daar natuurlijk zelf ook voorstellen rond. Die staan in het tweede deel van onze motie en daar geef ik graag het woord aan mevrouw Castiet. Naar voorbeeld van Gent stellen wij ook een antidiscriminatieplan voor de stad. Wetenschappelijk onderzoek heeft al meerdere malen bevestigd dat we op vlak van discriminatie en racisme heel slecht scoren. Antwerpenaren met een migratieachtergrond worden gediscrimineerd in horecazaken, op zoek naar een flat, bij sollicitaties en ook in contacten met politie. Dat er heel wat Antwerpenaren slachtoffer worden van racisme valt niet te relativeren. Burgemeester, u moet stoppen met bevolkingsgroepen te stigmatiseren, tegen elkaar op te zetten, maar eerder te verbinden. Daarom ga ik straks enkele voorstellen doen. Zeker op een moment, gelijk nu, waar dat heel wat Antwerpenaren hun getuigenissen delen via sociale media, hebben we een burgemeester nodig die hen ook serieus neemt. En hen ook allemaal verbindt. Ik heb het zelf mogen meemaken afgelopen woensdag. Opgepakt worden omdat we reageren op een burgemeester die een bevolkingsgroep stigmatiseert op een vredevolle manier. Een schande is dit. Ik hoop dat alle partijen vandaag kleur bekennen. Kleur bekennen tegen discriminatie en onze motie steunen. Zodanig dat alle Antwerpenaren alle kansen krijgen in onze stad die ze verdienen. Ik ben zelf een voorbeeld van een kind van twee migranten. Migranten die u eigenlijk verkeerde migranten noemt. Van ouders die heel hard gewerkt hebben om deze stad mee op te bouwen. Het zijn zo mensen die ik wil steunen. En daarom vraag ik eigenlijk om deze motie te steunen. Want mijn stad is divers en daarom is het ook mijn stad. Ik ga de tweede voorstellen. Gelet op de lage diversiteit binnen het stadspersoneel, gelet op de gekende discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt, de woningsmarkt, de politie enzovoort, beslist de gemeenteraad om volgende acties te ondernemen. Ten eerste, de stad gaat via praktijktesten controleren op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de huisvestigingsmarkt en hierop sanctioneren.
Ten tweede, de stad vraagt aan de hogere overheden om hiervoor een aangepaste wetgeving te ontwikkelen. Ten derde, de stad werkt met streefcijfers om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand van de stad Antwerpen een echte afspiegeling is van de stad. Ook in de leidinggevende functies. De stad verlaagt de drempel om melding te doen van racisme en discriminatie door het mogelijk te maken om per sms meldingen te doen. De stad start met een sensibiliseringsactie voor zijn inwoners omtrent discriminatie en racisme. U hebt allemaal vandaag de kans om geschiedenis te schrijven, om eindelijk een actieplan te stemmen tegen discriminatie. Ik vraag om vandaag kleur te bekennen. Ja, dank u wel. Mevrouw Kastit heeft wel de oude motie voorgelezen. Ik neem aan dat de nieuwe motie op de banken gelegd is, dat die uiteindelijk ter stemming wordt voorgelegd. Ik geef graag het woord aan de scheepte. Als er nog iemand het woord vraagt, mevrouw Van der Meers. Nee, maar even. Rustig. Mevrouw Van der Meers. Ja. De motie zoals ze voorligt in de beide vormen, waar het allemaal op neerkomt, is eigenlijk dit antidiscriminatieplan dat men zou willen instellen dat het gewoon een heksenjacht wordt. Hè. Een heksenjacht op de zogenaamde racisten, discriminerenden. Debat over racisme, dat woedt nu al decennia lang. Ondertussen weet men nauwelijks nog iemand wat er eigenlijk het woord racisme moet betekenen. Het is een containerbegrip geworden waar alles op één hoopje in gegooid wordt. Racisme betekent ondertussen onder andere dat iedereen die kritiek heeft op de multiculturaliteit of op het migratiebeleid of op de immigratieinvasie geviseerd wordt en gediaboliseerd wordt. En met dit plan ontketent men dan nog eens de jacht op die mensen die geviseerd en gediaboliseerd worden. Het scenario, dat is heel bekend. Wie politiek niet correcte mening heeft over het immigratiethema, wie dat ook durft te uiten bijvoorbeeld, die krijgt hiervoor een van links, en hier in de gemeenteraad van links en nog linkser, of soms ook van de media, onmiddellijk het racisme-etiket opgeplakt. Waardoor een debat niet meer hoeft gevoerd te worden, want men zegt dan, ja, met racisten spreken we niet. Einde debat. Nu, men luistert ook helemaal niet meer naar wat er gezegd wordt in deze stad en men babbelt maar wat langs elkaar heen over die zogenaamde, over dat racisme, over die zogenaamde racisten. Een containerbegrip waar ondertussen ook kritische stemmen, zoals die tegen multiculturaliteit, tegen de immigratie-invasie, mee ondervallen blijkbaar. Nu, aan zulke totalitaire manier van handelen en zulk heksenjachtenplan doen wij absoluut niet mee. Niet alleen omdat het de vrije meningsuiting beperkt. Het geeft een hele duidelijke beperking op een uiting van een kritische stem. En als men dan een antidiscriminatieplan in voegen zou laten treden, dan gaat men er effectief nog praktijktesten op nahouden, ook over kritische meningen, om die op te sporen. Men mag dan het debat, wordt dan volledig gesmoord over immigratie, over multiculturaliteit, over asiel, over het islamthema. Zulke debatten moeten gevoerd worden en zo'n plan maakt dat absoluut onmogelijk. Men moet niet de boodschap diaboliseren, men moet de boodschappers niet stigmatiseren en dus zulk plan, een antidiscriminatieplan, kunnen wij absoluut niet steunen. Wij zullen deze moties dan ook allemaal met plezier afkeuren. Ja, ik heb een fout gemaakt. Ik heb het woord eerst aan mevrouw Kerbeg moeten geven. Excuus daarvoor, mevrouw Kerbeg. En als dan mensen zich willen aansluiten, kan dat alsnog. Excuus, mevrouw Kerbeg. Ja, dank u, burgemeester. De interpellatie die wij hebben ingediend samen met de motie is geen gevolg van de uitspraken dat u heeft gedaan afgelopen week, maar is naar aanleiding van het discriminatieplan dat Gent heeft ingevoerd om de strijd tegen de discriminatie op te voeren. En is ook naar aanleiding van ons voorstel van decreet tot invoering van praktijktesten op Vlaams niveau. En we vonden dat we ook de strijd tegen discriminatie ook zouden moeten opvoeren hier in Antwerpen. Maar sta me toe toch twee elementen aan te stippen over uw uitspraken. Ten eerste, en ik vind dat niet onbelangrijk, ik denk dat het toch wel aangewezen is dat er vanuit het stadsbestuur een positief signaal komt dat toch wel aangewezen is om zich te excuseren ten aanzien van diegene die u toch zo gekwetst heeft. Ik vind uithalen op die manier grof en fout.
de Marokkaanse Berbers verdienen dat niet. Terwijl niemand ontkent dat de stedelijke superdiversiteit realiteit heel wat uitdagingen en problemen met zich meebrengt. Maar dan heeft u als burgemeester de keuze. De problemen aankaarten en dan naar oplossingen zoeken. Ofwel de problemen aangrijpen om u dan daarmee zelf te gaan profileren. En daarom zou ik u willen vragen, meneer de burgemeester, maak een keuze in het belang van onze stad. En zorg voor oplossingen. Zorg dat we effectief vooruitgang boeken samen. U heeft met uw uitspraken alleen maar verdeeldheid gezaaid. En, beste collega's, er is nog nooit een probleem opgelost door de mensen tegen elkaar op te zetten. Dus ik vraag u, toon u als burgemeester van alle Antwerpenaren. Ten tweede, en dat is toch wel belangrijk, zeker als het gaat over discriminatiebestrijding, uw uitspraak over racisme. Er kan heel veel over gefilosofeerd worden, maar het gaat hier over een norm. Racisme is niet relatief. Racisme is gewoon verboden en het is een misdrijf. Dat staat zo klaar en duidelijk in de wet. En ik vind het echt ver gekomen dat u als burgemeester, die toch ook ervoor moet zorgen dat de wet gehandhaafd moet worden, dat u daarover bewust verwarring zaait. En u gaat daarbij toch ook nog over de scherf door te zeggen dat racisme dan ook het gevolg is van negatieve perceptie ten aanzien van sommige groepen. Ik vind dat echt er ver over. Ik vind dat racisme kan je niet relativeren, moet je aanpakken. En dan kom ik op het voorwerp van mijn interpellatie. We hebben de afgelopen jaren al herhaaldelijk aangespoord en geïnterpelleerd om werk te maken van meer diversiteit op de werkvloer, meer samenhorigheid in de stad en een effectieve bestrijding van discriminatie. Onlangs bijvoorbeeld naar aanleiding ook van de problemen van racisme bij de politie. Wat diversiteit op de werkvloer betreft, heeft u uitgepakt met cijfers uit de Vlaamse Stadsmonitor, maar u vergaat daar wel bij te zeggen dat de verdubbeling van de diversiteit op de werkvloer binnen de stadsdiensten wel vooral gerealiseerd is in de vorige legislatuur. Het is dus nog echt af te wachten hoe de diversiteitscijfers de komende jaren gaan evolueren als gevolg van het besparingsbeleid van de stad. Dat is ook het advies dat men ook bovenlokaal aangeeft, dat men zeer ongerust is over de impact daar op diversiteit. Wat discriminatiebestrijding betreft, staat in het bestuursakkoord enkel dat de stad geen enkele vorm van discriminatie aanvaardt op de werkvloer. Ja, het tegendeel beweren zou onwettelijk zijn, maar enig actieplan is er niet. Gent heeft onlangs beslist om naast een breed diversiteitsbeleid ook de strijd tegen discriminatie verder op te voeren. Zo gaf ze wetenschappers, en dat is heel belangrijk, ze gaf wetenschappers de opdracht om via objectieve praktijktesten huurdiscriminatie in kaart te brengen en vervolgens in overleg met de sector, met de huurmarkt, met de vastgoedsector, een concreet actieplan op te stellen. Men kiest daarbij voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en wil bovendien als stad een heel duidelijk signaal geven dat de bestaande wetgeving moet nageleefd worden. Dit Gents voorbeeld, beste collega's, verdient navolging. Er is geen reden om aan te nemen dat in Antwerpen de feitelijke situatie grondig zou verschillen van de Gentse. Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen. Is het stadsbestuur bereid om werk te maken van een alomvattend actieplan tegen discriminatie naar Gents voorbeeld? Ten tweede, is het stadsbestuur bereid om praktijktesten door een wetenschappelijk team naar Gents voorbeeld te overwegen? En al diegenen die daar bedenkingen bij hebben, raad ik ten stelligste aan om ook de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet grondig na te lezen, want daar wordt een antwoord gegeven op alle clichés die hierover de ronde doen. En ik sluit af met de motie. In de motie roept de gemeenteraad het stadsbestuur op om werk te maken van een alomvattend antidiscriminatieplan, inclusief praktijktesten. Ik dank u. Dank u wel. Mij is de motie toegelicht. Wie vraagt er dan over nog het woord? Ik zie mevrouw Talloui. Ja, mevrouw Talloui. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik hoor en krijg ook opmerkingen die ik liever niet wil horen.
Desondanks blijf ik mijn positieve geestelijke weerstand behouden. Het wordt tijd dat we de dingen zeggen zoals ze zijn. Het is niet omdat iemand een probleem benoemt dat hij of zij racist is. Problemen benoemen is de eerste stap naar oplossingen. Racisme komt helaas in alle culturen voor. En vertrekt vanuit het idee dat de ene mens beter is dan de andere. Dat is nooit terecht. Mensen worden niet geboren als racist. Racisme is fout, onaanvaardbaar. De wetten zijn er, daar moeten wij gebruik van maken. Racisme bestrijd je door positieve verhalen. Maar jammer genoeg, er is nog te veel, nog altijd te veel wij en zij verhaal. Wij moeten streven naar een kwaliteitsvolle samenleving, vertrekkende van het gevoel. Het geloof in de kracht van elk individu om de maatschappij vorm te geven, met respect voor elkaar, dat is de maatschappij waar ik in geloof. Ik dank u. Meneer Van Isbroek, u hebt nog 1 minuut van die spreektijd van de fractie. Geen probleem, ik zal het zeer kort houden. Ja, mevrouw Kerbach, ik wil toch even reageren. Ik vind dat eigenlijk grof. U suggereert gewoon dat de stad haar besparingsbeleid bij het personeel eenzijdig zou afwentelen ten koste van de diversiteit bij het personeel. Ik vind dat echt schandalig. Maar goed, dit gezegd zijnde, in de voorliggende moties wordt discriminatie eenzijdig gekoppeld aan etniciteit. Er wordt gesuggereerd dat de stad weinig doet tegen discriminatie. Nochtans, niets is minder waar. De schepen zal zijn beleid wel meteen toelichten, maar ik schets graag even een beleidsinitiatief vanuit een meer persoonlijke invalshoek. Heel concreet heeft dit bestuur in de convenant naar het Roze Huis toe specifiek de vraag opgenomen om het holibi-thema bespreekbaar te maken naar de moslimgemeenschap, de Joodse gemeenschap en de katholieke kerk. En iedereen weet dat de ene minderheid niet noodzakelijk de andere complexloos omarmt. En ik vind dat dat luidop moet gezegd worden. Stigmatiserend is dat geenszins, dat is een probleem. Bedenk maar eens als je holibi bent en moslim. Dat is de opdracht die via dit convenant bijvoorbeeld werd meegegeven. Maak dat eens bespreekbaar anno 2015. Verder, ook toen ik begin jaren 90 mee aan de basis lag van de oprichting van de eerste holibi jongerengroep hier in Antwerpen, hadden we eigenlijk meteen een probleem. Onze groep had dezelfde naam meegekregen als een handelszaak hier in de stad. In de tijdsgeest van toen protesteerde die eigenaar van die handelszaak. De associatie tussen holibi's en die zaak zou leiden tot klantenverlies. Blij waren we natuurlijk niet met die reactie, maar ja, was deze zaakvoerder dan aan het discrimineren? Of was dat een oprechte uiting van een zorg om zijn handelszaak? Beoordeeld weliswaar in de context van toen. Wel, wij zijn met een open houding toen het gesprek aangegaan. We hebben effectief de naam van onze groep veranderd, maar hij bestaat vandaag de dag nog steeds. Dus ik kan alleen maar vaststellen dat er na meer dan 25 jaar maatschappelijk overleg over die thema's een mentaliteitswijziging tot stand gekomen is. En denkt u nu echt dat we met dwang verder zouden staan vandaag? Ik geloof er niks van. Meneer Mertens. Ik mag aannemen dat dat geen pleidooi is. Bepaalde bevolkingsgroepen in Antwerpen hun afkomst van naam zouden wijzigen. Ik denk niet dat ik dat zo moet interpreteren, want dat zou ik dan weer erg over de schreef vinden. Wat betreft discriminatie, is het geen probleem tussen individuen alleen. Het is een probleem tussen individuen. Maar men kan dat niet beperken tot een probleem tussen individuen. Er is ook een maatschappelijk probleem dat maatschappelijke schade aanricht. En de reactie van de meerderheid, ook hierover, over de uitspraken en het weglachen van het probleem van discriminatie en achterstand voor grote groepen in onze stad, is een reëel probleem. En het is een probleem dat voornamelijk zwakkere mensen treft in onze stad. De toestand in ons land is al niet zo goed. De kloof tussen Belgen van autochtone afkomst en allochtone komaf is 5 keer zo groot dan in Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk. In Antwerpen is het nog groter. 55% van de mensen met Marokkaanse roots leeft in armoede. Dus we spreken hier over de meest kwetsbare groep van de samenleving, een grote groep van de samenleving die het al moeilijk heeft dag in dag uit. En die daar bovenop hun moeilijkheden ook nog het gevoel krijgen door een bepaalde partij hier op een of andere reden op de oppositiebanken, die elke dag sinds 20 jaar al het racisme tot een label heeft gemaakt, die 20 jaar lang het racisme heeft verspreid. En dat gevoel en die kloof die daartoe is ontstaan door het racisme van het Vlaams Blok, heeft deze stad echt voor een heel groot deel verzuurd. Absoluut.
Het Vlaams Blok heeft het racisme hier bespreekbaar gemaakt en heeft in deze stad de zaak verzuurd. En ik denk dat de nieuwe ploeg zonder het Vlaams Blok, de meerderheid zonder het Vlaams Blok, absoluut er niet mee gediend is en er ook niet wenst mee gediend te worden om in het vaarwater van die partij te zitten. En dat dus een signaal dat men gaat werken aan verbondenheid in plaats van verdeeldheid absoluut op zijn plaats is. Want er is nog altijd discriminatie. Er is discriminatie in dansings, er is discriminatie in scholen voor het inschrijven van kinderen, er is discriminatie in de arbeidsmarkt, in de woningmarkt. En het probleem, en dat weet iedereen hier rond de tafel, is de bewijslast. 760 dossiers ingediend, men kan niets bewijzen. Vandaar die noodzaak voor praktijkstesten. Dus wij zullen de moties absoluut ondersteunen, zeker die uitgewerkte motie van Groen, omdat praktijktesten de enige mogelijkheid zijn om effectief op te treden. En wie niet racistisch is, wie niet racistisch ingesteld heeft, is, moet ook geen probleem maken van de praktijktesten. Dus ik begrijp ook de reactie niet dat men zoveel schrik heeft van praktijktesten, van mystery calls, als men niets wat dat betreft te verbergen heeft. Dus daar is ergens een dubbele houding over. En twee, de overheid, ten tweede, de overheid moet het voorbeeld geven, ook hier in Antwerpen. En ik ben niet voor de spelletjes om te zeggen dat de vorige bestuur fantastisch voorbeeldig was in zaken de diversiteit van het personeel, want dat is ook niet zo, het huidige bestuur ook niet zo. Bijna meer dan 40% van de inwoners van Antwerpen zijn van buitenlandse afkomst. We zitten nog niet in de helft bij het stadsbestuur. Vorige legislatuur niet en stadspersoneel. Vorige legislatuur niet en deze legislatuur ook. Dank u wel, mevrouw Bastiaans. Dank u wel, voorzitter. Collega's, de voorbije dagen woedde een hevige polemiek over racisme en discriminatie. En wij betreuren dit. De grote woorden werden niet geschuwd. De verwijten gingen heen en weer. En er werd vooral omtervelst tegen elkaar geschreeuwd. De polemiek verzandde al snel tot een holle politieke karikatuur. En dat helpt, zo vrezen wij, het zo belangrijke maatschappelijke debat rond racisme helaas geen meter vooruit. Racisme is voor de CD&V niet relatief. Racisme is helaas een realiteit die veel Antwerpenaren nog al te vaak meemaken. De verhalen van discriminatie op de woon- en de arbeidsmarkt kennen we helaas allemaal. En we hebben de verdomde plicht om er als stad alles aan te doen om die discriminatie en dat racisme uit de wereld te helpen. De vaststelling dat het integratiebeleid de jongste decennia heeft gefaald, is ook voor ons een debat waard. We hebben ons punt de voorbije dagen al gemaakt. Het gaat voor CD&V in dit debat niet om bepaalde bevolkingsgroepen in de stad te culpabiliseren of te kwetsen. Maar evengoed, het gaat het er voor de CD&V niet om om al wie dit thema aansnijdt te pas of te onpas van racisme te verwijten. Zo degradeer je immers de maatschappelijke realiteit die racisme is tot een banaal politiek gevecht. En van dat gevecht, van die karikatuur, blijf ik, uit respect voor alle Antwerpenaren van welke afkomst dan ook, liever weg. Racisme en discriminatie bestrijden, dat doe je dag na dag, via een gedegen politiek beleid. Ik vrees echter dat de voorstellen voor een antidiscriminatieplan, hoe goed bedoeld ook, nu niet tot de gewenste resultaten zullen leiden. Akkoord, de aanpak van racisme en discriminatie vraagt een doordachte aanpak. Maar de voorstellen, of toch in ieder geval niet allemaal, zullen leiden tot de gewenste noodzakelijke resultaten. We moeten alles doen wat we kunnen, maar wel binnen een wettelijk kader. Tot vandaag zijn praktijktesten nog niet toegestaan. Een ander element in het discriminatieplan die voorliggen gaat over het personeelsbeleid. Ja, ook wij streven naar die afspiegeling van de samenleving in het stedelijk personeel. Maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is om dat te realiseren. Al in de vorige legislatuur zijn de eerste stappen gezet en we zien daarvan vandaag de resultaten. Kunnen afronden, alsjeblieft? Ik zal dadelijk afronden. Ik kan ook nog heel wat andere beleidsinitiatieven voorstellen, maar dat zou ons vandaag helaas te ver leiden. Ik zou daarom, collega's, iedereen in deze zaal en daarbuiten willen oproepen om de realiteit van discriminatie au sérieux te nemen. Het debat in de toekomst verder sereen te voeren en constructief. Wars van de waan van de dag, beleid te voeren dat racisme en discriminatie structureel bestrijdt.